Leden van de Ogaande Werknemersorganisatie OWAS hebben de Saramakkastraat vanmorgen afgesloten omdat zij het wachten op een oplossing beu zijn in de kwestie waarbij het vertrouwen in de directie is opgezegd en bondsvoorzitter Marciano Hellings vorige maand is ontslagen. Rishi Matura, secretaris van de bond, geeft aan dat er te lang op een oplossing gewacht wordt. Dat klopt, het duurt een beetje te lang. We zijn al sinds een maand al zijn we bezig met de onderhandelingen met de directie. Nu ligt het bij de president. Die moet een beetje meer. De kwestie is nu ligt bij de president. Maar toch gaat de directie verder. Doet eigen dunkelijk dingen. Er worden bevorderingen gegeven zonder dat de bond op de hoogte wordt gesteld. Er gaat straks een nieuwe loonstructuur komen. Er is een mededeling gegeven aan de medewerkers. Er komt een nieuwe loonstructuur. En waarbij de bond die inzage heeft gehad, er is geen sociaal protocol getekend. De bond wordt gedesavueerd. En dat hadden we ook al 6 mei bij een vergadering aangekaart bij de minister van Biebers. Het is eigenlijk begonnen vanaf het begin van dit bestuur. En we hebben het aangekaart bij de minister van Biebers, bij de president. Men heeft niet direct aangepakt. En toen is de ontslag van de voorzitter gekomen, de heer Hellings. En dat was het laatste druppeltje. De secretaris zegt dat er te veel rancune is vanuit de EBS-leiding naar de OWAS toe. Hij stelt dat talloze brieven zijn gericht naar de directie voor overleg zonder enig resultaat. Laatst was er ook een meeting gepland met de directie. Daar aangekomen was de voorzitter niet toegelaten naar het gebouw. En dat is alles die ertoe geleid om vandaag hier zijn. Het gaat niet alleen om meneer Hellings. En dat hebben we ook duidelijk gemaakt bij de directie, bij de president. Het gaat om disavoueren van vakbondsrechten. Vakbond wil gehoord worden. Vakbond is een gelijkwaardige partner. We willen zitten praten. We willen zitten praten over de loonstructuur. We willen het jouw onderhandelingen beginnen. Matura benadrukt dat de bond niet op de hoogte gebracht wordt van veranderingen binnen de organisatie. Tot op heden is vanuit de regering ook geen duidelijk antwoord op de kwestie gekomen. Hellings is ontslagen voor het delen van informatie over bedrijfseigendommen en het schenden van het vertrouwen van de werkgever.